Welkom bij een nieuwe aflevering van onze Research at Nederland-podcast, waarin we steeds weer de brug slaan tussen de onderwijsactualiteit, onderzoek en praktijk. Met als missie die onderwijspraktijk steeds sterker research in vorm te krijgen en het onderwijsonderzoek relevant en praktisch toepasbaar tot in de klas. Ook in de komende weken, tot aan ons nationale congres van 22 juni op het Corlaar College in Nijkerk, kijken we met verschillende gasten vooruit naar het onderwijsfeestje van het jaar. Vandaag tegenover mij twee gasten aan tafel die op 22 juni ook als sprekers op het Researched podium zullen staan. De eerste is hoofd Research and Development bij het Nederlands Mathematisch Instituut, waar hij verantwoordelijk is voor de samenwerkingsprojecten met scholen en de ontwikkeling van nieuwe methodes. Na zijn werk bij het Nederlands Mathematisch Instituut is hij als buitenpromovendus verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij onderzoek doet naar rekenen en wiskundeonderwijs. De tweede is rekenspecialist en als docent foutloos rekenen verbonden aan het Nederlands Mathematisch Instituut. Ze werkt mee aan de ontwikkeling van de nieuwe methode basisvaardigheden rekenen in het VO. Daarnaast heeft ze een brede ervaring in het onderwijs als rekencoördinator, remedial teacher en rekendocent in het voortgezet onderwijs en het MBO. Welkom Peter Langerak en Dinette Vredeveld. Uh, beste Peter, jij sprak al eerder uh, op ons congres, twee jaar geleden, samen met uh, Ses Kim uh, Wat staat jou het meeste bij van die ervaring van, uh, van toen? Uh, ik denk een van, een van de leukste onderwijscongressen, uh, dagen die ik had meegemaakt. Het is vooral de sfeer. Uh, het was ook prachtig weer. En mm -hmm. dat er dan zoveel mensen. Uh, op Een vrije zaterdag naar Nijkerk kwamen en waarschijnlijk ook weer komen. Ja. Dat sprak me heel erg aan. En de nieuwsgierigheid uh, over en weer, van de verhalen die worden verteld. En uh, ja, echt op de inhoud, op een hele toegankelijke, prettige, collegiale manier, dat sprak me heel erg aan. En, ja. en is er een, een sessie waar jij destijds zelf bij bent aangesloten, een spreker die je hebt gezien, waarvan je denkt: van oh ja, dat heeft me ook echt wel weer uh, op een bepaald pad gezet of aan het denken gezet. Uh, kun je dat nog terughalen? Ja, altijd Paul Kiesner. Ja, hem ken ik en zijn verhaal ken ik, maar hij weet er altijd dingen aan toe te voegen die, uh, die, ja, die je altijd weer meeneemt. Yeah. Uh, Piet van de ploeg vond ik ook heel sterk twee jaar geleden. Uh, of de, ja. Het ging niet specifiek maar over de pedagogische opdracht en de verschillende opdrachten van het onderwijs. Ja. Dat, uh, dat is eigenlijk mijn stil, de, de pedagogiek, ja. maar daar ben ik een beetje vandaan gegaan. Dus toen Piet van der Ploeg dat deed, vond ik dat uh, erg leuk. Ook mooi dat dat een plek heeft uh, op Research uit. Ja, ja. ja. Nou, mooi. Ja, Piet is er ook wel bij, die twee juni. Ja, uh, Paul, uh, nou bij deze al uh, heel veel uh, beterschap, Paul. Want Paul gaat uh, onder het mes de uh, komende weken. Dus die zal er voor ja. de eerste keer sinds hele lange tijd, ik denk voor de eerste keer in onze geschiedenis hier in Nederland in ieder geval uh, nou, fysiek niet bij zijn. Maar in gedachten is hij er zeker bij. Ja. Uh, Dinette, um, jij toevallig al een keer eerder aanwezig geweest op een Research-Congres? Ja, twee jaar geleden uh, ben ik bij de sessie van Peter geweest en uh, daar hebben wij kennis gemaakt. En naar aanleiding daarvan uh, zijn we bij ons op school gaan kijken wat de mogelijkheden waren voor foutloos rekenen binnen het uh, voortgezet onderwijs. En we kwamen er al redelijk snel achter dat uh, um, de methode voor het basisonderwijs eigenlijk niet helemaal geschikt is voor het voortgezet onderwijs. En naar aanleiding daarvan zijn we samen aan het ontwikkelen gegaan. Voor de methode voor het voortgezet onderwijs. Ah, kijk, ja, en daar uh, gaan jullie op 22 juni natuurlijk ook wat meer uh, over vertellen. Dus uh, na uh, Jan Tissau's tip uh, spreken we ook wat uh, meer over uh, uh, de sessie die jullie zelf gaan brengen, die 22 juni. Um, nou, eerst ook al de onderwijsactualiteit, pakken we er in deze podcast heel eventjes bij. Er uh, stond een mooi uh, uh, AD-artikel uh, uh, afgelopen weekend in het AD um, over de overvloed aan toetsen en hoe ja, dat mogelijk ook wel schadelijk is voor, uh, voor scholieren en kinderen. Um, die overvloed die we hebben aan toetsen, uh, die net jij hebt, je ervaring vooral in het VO en in het MBO, hè? Uh, wat is jouw ervaring ten aanzien van, uh, van de toetsdrukte uh, in het VO of in het MBO? Ja, daar, daar wordt wel veel over gesproken. Ik merk in het VO, um, zeker als je kijkt naar het wiskundeonderwijs, vaak is er één toets aan het einde van een hoofdstuk. Daar vind ik de druk nog niet zo heel erg hoog liggen. Misschien bij andere vakken wel. Ja. Maar ik denk dat in het VO, met name in, uh, in de wiskunderichting... richting, dat het op zich het me best meevalt met de toetsen. Ja, ja dus als je daar uh, goed je huiswerk bij houdt, bij wijze van spreken, uh, dan is de druk op die toets ook uh, wellicht uh, weer een stuk minder. Ja. ja, als je huiswerk gemaakt hebt en je weet waar het hoofdstuk over gaat, dan is de toets aan het einde van het hoofdstuk ook vaak niet het, uh, het allermoeilijkste. Ja, ja. en uh, wat in het VO ook wel af en toe uh, de uh, langskomt, rondom. Uh, uh, de beweging om daar ook uh, nou, meer op het proces te gaan richten in plaats van uh, het, het eindproduct, die toets, het, uh, het formatief handelen tijdens uh, de route richting uh, zo'n toets. Zie je daar wat, wat verandering, wat beweging in ook zo? Ja, je ziet af en toe wel dat leerkrachten daar uh, meer mee aan het werk zijn. Maar de is gewoon niet heel erg ingeburgerd. Uh, het ja. is zo belangrijk om tijdens de lessen ook te kijken wat er gebeurt in de schriften van de leerlingen. Ja. Dan weet je ook of datgene wat je uitgelegd hebt ook daadwerkelijk binnengekomen is bij de leerlingen. Ja, uh, ja. En als je dat niet uh, actief doet als leerkracht. Ja, dan kan het zomaar zijn dat er bij de toetsen echt zware onvoldoendes vallen... die je niet ingecalculeerd hebt. Ja, ja, ja. Richting het primair onderwijs. Uh, uh, ja, we hebben daar natuurlijk een aantal jaren geleden... de invoering van het uh, verplichte leerlingvolgsysteem gehad. Er zijn ook geluiden over dat dat in het VO wellicht ook gaat komen... in de uh, komende jaren. Uh, uh, dat heeft natuurlijk ook wel een batterij aan gestandardiseerde toetsen meegebracht, Peter. Uh, uh, ja, waardoor kinderen... Uh, nou, voordat ze in groep 8 de doorstroomtoets gaan maken, waar we ook nog van alles van kunnen vinden, vooral ja. na de afname van deze van dit jaar. Uh, ja, toch zo'n 50 tot 70 gestandardiseerde toetsen alleen al achter de rug hebben. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is vrij veel. In, in, in Nederland, er zijn twee toetsmomenten per groep per leerjaar uh, op basisscholen. Uh, dat is op zich vrij veel. En er wordt ook heel erg naar de toets toegewerkt. Van hé, wat wordt er op de middentoets gevraagd? Van, mm -hmm. uh, van mijn groep, van mijn groep 6 of van mijn groep 7. En wat wordt er straks op de e-toets, de eindtoets, uh, uh, straks uh, in juni gevraagd? Er wordt daar heel erg naar toegewerkt. Uh, ik vind Engeland een schoolvoorbeeld. Yeah. En daar doen ze twee keer voor de hele basisschool. Yeah. Dus een eerste fase en een tweede fase. Uh, en tussendoor wordt er ook heel veel getoetst door de, door de leerkracht. Maar dan is het een werkwoord van de leerkracht die yeah. toetst of leerlingen het begrijpen. Die Controleert of het begrip is overgekomen. Ja. En dan zit het werkwoord toetsen, zoals jij dat zegt, van de leraar. Zit hem dat dan misschien ook wat meer nog in de leerzone dan in de prestatiezone, om het zo maar te zeggen? Of? Het zit in elke les. De leraar geeft een instructie en die doet controle van begrip. Die kijkt, zoals die net ook aangeeft, in de schriften van komt het over, doen ze op de goede manier? de misconcepties die kunnen ontstaan bij leerlingen, zit die erin? En moet je daarop bijsturen? Moet je herhaalde instructie geven? Moet je het nog klassika nog een keer over doen? Dat ja. kan je pas doen als je het hebt gecontroleerd, als je het hebt getoetst. Ja, en nou, nou is uh, hè, rondom die uh, batterijen en toetsen... Uh, hè, waar ik zelf ook in het Prima Onderwijs destijds mee te maken had... Komt dan natuurlijk ook weer een hele bak aan uh, niet alleen nakijkwerk. Maar je wilt ze ook uh, ja, wel ergens voor afgenomen hebben, om het zo maar te zeggen. Dus je wilt daar ook analyse op maken. Je ja, onderwijs op afstemmen. Uh, dus het, het brengt ook behoorlijk wat workload uh, uh, met zich mee. Uh, dat kan me voorstellen dat de tijd die je niet meer. Hè, die in Engeland niet hoeft te steken. in um, het uh, controleren en het analyseren. en het uh, omzetten naar onderwijs. van die uh, gestandaardiseerde toetsen uh, twee keer per schooljaar, maar twee keer um, nou, per schooljaar schoolcarrière, bij wijze van spreken, dat dat misschien ook wel weer ruimte biedt om die tijd aan andere dingen te kunnen, uh, kunnen besteden als docenten. Ja, de, de, de nadruk ligt veel meer op het lesgeven en ja, het controleren, het toetsen ja. in de les uh, zelf, in plaats van op de formele toets die leerlingen moeten maken. Ja, leerlingen ja. zijn elke dag bezig, elke les uh, is elke leerling uh, bezig de stof eigen te maken. Ja. Dan moet je wel controleren en niet zozeer de nadruk op de toets die eraan komt, of dat een midden- of een eindtoets is. Of een methode methodetoets. Nee, je toetst of is overgekomen wat ja. je wat je hebt over willen brengen. Ja. Um, um, Die net um, ten aanzien van een ander artikeltje wat ik uh, van de, het weekend ook nog, um, uh, nog zag. Ik weet niet hoe jij dat tegenaan kijkt vanuit jouw brede onderwijservaring, maar uh, um, dat er meer kennis nodig zou moeten zijn voor algoritme op scholen. Omdat er anders een risico was op, uh, uh, nou, op verschillende negatieve gevolgen in, uh, in het onderwijs, ook voor, voor, voor kinderen. Uh, ik dacht van, uh, oh, dat, daar hebben we weer een, een claim richting het onderwijs waar we iets mee, uh, uh, mee moeten doen. Um, zijn we als onderwijs weerbaar genoeg om ook af en toe te kunnen zeggen van hé, hey, uh, wij willen die focus houden op onder andere bijvoorbeeld dat rekenen- en wiskundeonderwijs in plaats van al die dingen die op ons worden afgevuurd? Ik denk dat dat wel meer in opkomst is, maar dat vanuit het verleden wel heel veel dingen inderdaad steeds toegevoegd zijn en dingen moeten steeds anders en dat kost best veel tijd. Terwijl als je je zou richten op uh, het, het basisvaardighedenonderwijs uh, uh, in de aanvang, mm -hmm. en dat is goed op orde, kun je uh, daarna gewoon beter ontwikkelen met die kinderen. Maar die basis moet eerst op orde zijn. En wat je ook uh, zeker in het voortgezet onderwijs ziet, als bepaalde basisvaardigheden niet in orde zijn, ja. en je bent met allerlei verschillende dingen bezig, dan krijg je dat ook niet meer in orde. Ja. En je wilt graag verder bij uh, alle verschillende vakken. En, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar uh, procentrekenen, uh, dat wil je graag doen bij economie, omdat je het over inflatie of btw wilt hebben. En je wilt dat bij andere vakken ook ergens over hebben. Als die basis niet eerst op orde is, ja. kan je het niet hebben over al die andere dingen. Dus ik denk dat we in dat opzicht uh, um, dat, het, het, dat het richting wel de andere kant op moet. Um, en dat je dat bij bepaalde scholen al wel ziet, maar nog niet bij allemaal. Uh, en je hebt al best wel wat uh, um, uh, jaren staat van dienst hè, in het onderwijs. Zie je daar, um, um, mm -hmm. als je kijkt naar de VO-doelgroep, de, de, de leerlingen die, je, uh, die daar nu uh, binnenkomen, hè, of die nu in de tweede zitten of uh, in de brugglas, um, zie je daar een, een, een verschil in datgene met wat je pakweg uh, tien of vijftien jaar geleden wellicht binnenkreeg? Ja. En wat zijn de grootste verschillen die je daarin ziet dan? Ja, met name de basisvaardigheden in het verleden binnen het VMO kennen de leerlingen de tafels ook wel redelijk goed. Dan kun je ook wel uh, met die leerlingen aan de gang, wisten ze ook wel wat procenten was. Nu kom ik echt leerlingen tegen die nog nooit met procenten gewerkt hebben, nog nooit uh, iets met comma-getallen gedaan hebben. Uh -huh. Dus uh, je bent zo ver achterop. En ja, je moet echt zorgen dat die kinderen die basis wel meekrijgen. Want die heb je vervolgens in alle andere vakken ook nodig. Ja, ja. Kijk, en als comma-getallen uh, zoveel stress en angst opleveren bij die kinderen, ja, dan, dan moet je ze eerst uit dat stressstuk uh, halen, ja. voordat je ze dan weer in het onderwijs hebt. En ja, dat is echt soms heel sneu. Ja, um, Peter, het, het masterplan Baasvaardigheden van het ministerie van OCW, uh -huh. he, um, een grote wens vanuit volgens mij vrijwel de hele Kamer, uh, die heeft het als het gaat over de basisvaardigheden, over rekenenwiskunde, uh, taal, uh, burgerschap en digitale geletterdheid. Uh, nou, heeft dat eigenlijk al een beetje die overladenheid van het curriculum in zich, om het zo maar te zeggen? Uh, denk jij van, uh, vanuit jouw expertise ook rondom wat je ziet rondom het rekenonderwijs, maar ook je bredere blik op het onderwijs, uh, is, is dit te doen? Is de opdracht die er nu ligt in het Prima onderwijs of het voortgezet onderwijs. Uh, is die ten uitvoer te brengen voor het onderwijs? Nou, als ik een leerkracht spreek en als het over basisvaardigheden gaat... heeft de gemiddelde leerkracht het over taal en rekenen. En niet over burgerschap. Burgerschap werkt vooral dat het in het VO tot discussies leidt. Uh, binnen VO-scholen. In uh, digitale geletterdheid ook. Uh, het probleem in het basisonderwijs is dat taal en lezen... Uh, en rekenen van on onvoldoende niveau zijn. Dat de doelstellingen ja. onvoldoende worden gehaald... En om dan weer extra dingen toe te voegen, dan bijvoorbeeld dit uit het krantenbericht, uh, dat ja, zorgt voor overladenheid omdat de basis nog niet op orde is. Daarom is dat masterplan er ook gekomen, ja. om de basisvaardigheden op orde te krijgen. Dus daar zal nog steeds de komende jaren de nadruk op moeten liggen om dat uh, uh, op orde te krijgen in het ja. hele stelsel. Dus op scholen, maar ook in methodes, uh, ook op lerarenopleidingen om daar een goede nadruk op te, op te leggen. Eh, en nou, we nemen nu uh, deze uh, podcast op uh, op het moment dat uh, nou, de formatie zijn laatste fase ingaat. Wie weet bij het publiceren van uh, deze uh, podcast is er een nieuw kabinet of er is rond aan de knikker, want er is nog geen nieuw kabinet. Uh, nou, stel dat er uh, 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 of dat nou volgende week is of volgende maand of over een half jaar. Uh, een, uh, een, um, een uitgekleed uh, coalitieakkoord ligt hè, op hoofdlijnen, zoals steeds wordt gezegd. Wat hoop jij dan dat er in ieder geval over, over onderwijs uh, in staat? Uh, de, de doorzet op de ingeslagen weg. Dus de focus op basisvaardigheden, uh, taal, rekenen. Uh, zeker voor het uh, basisonderwijs. Zodat het VO, daar gaan we het straks nog over ja. hebben, dat niet hoeft op te lossen. Want die, die, die zitten met de gebakken peren. Uh, daar hebben we wel een oplossing voor, maar we willen de gebakken peren voorkomen. Yeah. Uh, dus de focus op de basisvaardigheden houden. Uh, en ook de ingeslagen koers, met name door het ministerie, op evidence-informed werken. Yeah. En dan zitten we bij Research echt natuurlijk op een hele goede plek. Uh, het is echt wel de tijd van, uh, van evidence-informed uh, werken: niet zomaar wat doen, uh, maar kijken of het werkt, hoe het werkt uh, en dat weer verbeteren. Uh, nou, daar zijn wij ook heel erg van. Uh, en heel veel mensen gelukkig in Nederland. En op research at, uh, at de conferentie, denk ik ook. Uh, maar dat is wel fijn als dat bekrachtigd blijft worden door het ministerie. En ook de, dus ook door de overheid in het regeerakkoord. Oké, okay, uh, um, die net, als ik dat aan jou vraag als uh, <laughs> uh, um, nou, uh, docent uit de praktijk. Uh, nou, Peter heeft al een beetje aangegeven hè, van uh, de focus die er nu is gelegd, ook volhouden hè, op basisvaardigheden, maar onder andere ook op dat evidence-informed werken. Uh, is er wat jou betreft nog iets, als je het hebt over een uh, dadelijk uitgeklede onderwijsparagraaf, uh, de paar woorden die daaraan worden gewijd in zo'n nieuw coalitieakkoord, wat hoop jij daarin terug te vinden? Ja, ik sluit me in dat opzicht aan bij Peter. Op het moment dat de basisvaardigheden in het basisonderwijs... Uh, gewoon beter uh, georganiseerd zijn, zal het VO daar ook direct uh, het verschil gaan merken. Ja. En gewoon makkelijker door, de, door het onderwijs heen lopen. De leerlingen moeten toch de stof uiteindelijk uh, richting eindexamen wel beheersen. En uh, dat, is een, dat is best een lastig traject, soms in het VO nu. Ja, dus basisvaardigheden uh, staat wat mij betreft ook bovenaan. Oké, okay. um, Peter, heel eventjes daar kort over, hè? want uh, um, op 22 mei uh, kan zijn dat mensen die deze podcast luisteren denken van hé, hey, maar dat is het nou net geweest. Uh, organiseren jullie vanuit het Mathematisch Instituut ook een, uh, um, een, een, een debat, hè? een gesprek, een dialoog uh, over het reken, uh, rekenonderwijs? Uh, wat, wat, hoe hoop jij daar uh, op 22 mei uh, de deur uit te lopen? Wat hoop jij dat dat, uh, <laughs> dat, dat gesprek gaat, uh, ja, gaat brengen? Uh, nou, de aanleiding is, is dat er uh, concept nieuwe kerndoelen zijn voor rekenen en wiskunde. Uh, en die zouden anders kunnen. Maar om dat nou na een debat uh, voor elkaar te krijgen, dat ze, dat ze wat beter uh, zijn en wat uh, wiskundiger zijn in een logische volgorde. Uh, wat meer gebaseerd op uh, curricula, op standaarden in het buitenland. Dat is iets te hoog gegrepen. Maar dat er openheid ontstaat in het debat. Uh, het is een onderwijsdebat en dat is goed dat er in de samenleving uh, dat er is. En dat proberen we een plek te geven door dat uh, debat te organiseren met verschillende partijen. Welke uh, partijen sluiten aan bij het uh, gesprek? Uh, het SLO in het eerste debat. Uh, dus eerst drie instituten. Het Mathematisch Instituut, het SLO als Instituut voor de Leerplanontwikkeling en het Voordentaal Instituut, dat zich met mm -hmm. name de afgelopen tientallen jaren het rekenonderwijs uh, heeft ontwikkeld in, uh, in Nederland. Ook uh, uh, zit het in uh, het expertisepunt rekenen wiskunde ja, eigenlijk ook. ook. Ja, ja. 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 Ja, ze wisselen een beetje van naam. Ja. Maar uh, het zit op dezelfde plek en dezelfde ja. mensen en dezelfde uitgangspunten. Uh, dus ik hoop op een heel open debat. Want ik, ja. ik zie dat het met name het rekenonderwijs in Nederland heel erg vastloopt en dat er weinig vooruitgang is. Dat zie je ook in dat het school, de basisschool niet lukt om uh, de rekendoelstellingen te bereiken. Ja. Jaar in, jaar uit niet, zegt de onderwijsinspectie. Dus het zit vast. Dus we moeten naar openingen zoeken. Ja. En uh, goede gesprekken met elkaar. Open gesprekken uh, zijn daarin van belang. Dus dat doen we 22 mei. Uh, op een hele mooie plek tegen de Tweede Kamer aan in Nieuwspoort ja. in Den Haag. Dus uh, dat doen we ook bewust. Ja, en ook uh, een mooie timing uh, voorafgaand aan de gesprekken ook... over uh, uh, die nieuwe concept kerndoelen ja. natuurlijk uh, in de Tweede Kamer. Uh, en in ieder geval ook uh, naar hulde aan het organiseren van het gesprek. Want nou, mijn idee is het af en toe ook uh, het rekengesprek vaak... een. Uh, ja, even heel uh, zwart-wit. Een geschreeuw van de ene kant uh, richting de andere kant. En heel weinig met elkaar uh, het erover hebben. Dus ik denk dat uh, na deze beweging van, uh, van jullie om dit uh, te gaan organiseren. hopelijk bijdraagt aan, uh, um, ja, om samen dat gesprek aan te gaan. Ja. Omdat volgens mij iedereen wel hetzelfde ja. wilt. Namelijk um, dat die kinderen zich uh, um, ja, beter kunnen redden. dadelijk qua gecijferdheid. Uh, aan het einde van hun funderend onderwijs. Um, nou. Met die uh, bril gaat Jan straks uh, Jan Tisshouse ook heel even kijken naar uh, de Tisshousese tip, naar het programma van 22 juni. Uh, wellicht dat er nog wel wat meer uh, onderwerpen van wat we net hebben besproken terug te vinden zijn in sessies die ook dan op het programma staan. En dan ga ik met jullie zo eventjes kijken of we een tipje van de sluier kunnen oplichten richting jullie sessie van 22 juni. Hallo en welkom bij de eerste Tisshousese tip voor Research Chat 2024. Het programma van 2024 roept weer de vertrouwde stress op, waardoor het lastig is om er drie sessies uit te lichten. In het gesprek ging het onder andere over de toetsdruk in het onderwijs en Karin Heij sluit daar naadloos op aan in haar bijdrage Red de taal van de toetsen. Peter en Dinette wijzen erop dat je voortdurend toetst of de leerlingen je hebben begrepen. En daar sluit Sofie Vaas op aan met haar sessie waarin ze de vraag stelt... Hoe je ervoor zorgt dat de leerlingen jouw feedback daadwerkelijk begrijpen. Ten slotte, goed spellen is zonder meer een basisvaardigheid. En ik moet zeggen dat ik nieuwsgierig ben naar de bijdrage van Sebastian Aravena onder de titel Morfologisch Bewustzijn als booster voor de spellingvaardigheid. Tot zover mijn eerste drie tips. Ik hoop jullie weer te ontmoeten in Nijkerk op 22 juni aanstaande. Tot dan. Um. Peter en die net, uh, jullie hebben uh, als uh, titel Herstelde Basis. Basisvaardigheden rekenen in het VO op uh, 22 juni. Uh, wat is de aanleiding om uh, deze sessie te komen doen uh, bij ons in Nijkerk? Uh, ja, de belangrijkste aanleiding is: als mathematisch instituut richten we ons primair op het primair onderwijs, op basisscholen, om daar het uh, rekenwiskundeonderwijs uh, te verbeteren. Uh, met vaste rekenprocedures en een hele andere didactiek. Mastery learning, die we. Nauwelijks kennen in Nederland. Dus daar richten we ons op, op basisscholen. Alleen het Mathematisch Instituut krijgt ook heel veel vragen van het VO. VO-docenten, coördinatoren, schoolleiding, uh, voorzitters van de wiskundesectie die bellen. Onze brugklassers kunnen onvoldoende rekenen. Ja. En dat is zowel VMBO-basiskader, maar ook MAVO-HAVO-VBO. Dat ze zeggen: voor MAVO-HAVO-VBO beheersen heel veel leerlingen het 1S-niveau niet. Terwijl we er wel van uitgaan. Uh, en dat zijn hele grote vragen, omdat VO-scholen vaak heel veel brugklassen hebben. Uh, en voor ons een enorme uh, klus is om dat allemaal in te roosteren en daar die projecten voor te doen. En die vraag wordt simpelweg te groot. Terwijl ja. we onze aandacht vooral willen richten op basisscholen, om de basis daar op orde te krijgen. Uh, maar daarom zijn we wel, uh, met, en net heeft daar het voortouw in genomen, uh, uh, met een collega's, met een team... Foutloos rekenen wat er voor basisscholen is, door te ontwikkelen voor het VO. Ja. Zodat VO-scholen daar veel sneller. VO-docenten veel sneller mee aan de slag kunnen. Uh, en ons minder nodig hebben. Die net zullen ze heel hard nodig hebben als uh, zeer ervaren trainer. Uh, maar veel sneller aan de slag kunnen. Om brugklasses, het eerste half jaar of tot de herfstvakantie, uh, de basisvaardigheden ja. rekenen bij te brengen, zodat ze die leerlingen daarna veel makkelijker mee kunnen komen met wiskunde. Maar ook met aardigskunde. Ja, want het en... gaat niet alleen over uh, het vak wiskunde, om het zo te zeggen, Dinette, uh, Waarbij, uh, um, nou, als die basis ontbreekt, het lastig wordt om uh, um, nou, ook in het VO door te kunnen pakken ten aanzien van datgene wat je uh, vanuit het curriculum uh, die kinderen bij wil brengen. Ja, het gaat veel kunt... verder. Ja, je komt het rekenen natuurlijk in, in vrijwel alle vakken tegen. Ja. Als je kijkt naar geschiedenis, dan gaat het vaak al om tijdlijnen. En die tijdlijnen zijn voor, de, uh, voor het jaar nul, dus dan kom je in de uh, voor-Christusperiode. Maar het zijn eigenlijk negatief. Hoe lang duurt het dan? Of hoe lang is het dat geleden? Mm -hmm. uh, maar je ziet ook bij, uh, bij aardrijkskunde schaallijnen. Hoeveel kilometer is dat nou als je het meet op de kaart? Maar je ziet ook bij economie, uh, uh, procenten natuurlijk. Yeah. Bij heel veel vakken en binnen het VMBO, bij de, uh, de groenscholen waar ik veel gewerkt heb, zie je natuurlijk uh, dat de tandjes uitgezet moeten worden. Er moet een heg omheen. Een metriekstelsel wat om de ja, hoek komt kijken. Alleen de didactiek is voor uh, het voortgezet onderwijs natuurlijk anders. In het basisonderwijs leer je de leerlingen iets aan. Mm -hmm. En in het voortgezet onderwijs ben je eigenlijk alleen maar gaten aan het dichten wat ze niet kunnen. En Sommige leerlingen kunnen het wel, anderen kunnen het niet. Maar je kunt eigenlijk niet door als klas. Nee, want je hebt je eigen curriculum eigenlijk waar je mee aan de slag moet. Of dat ja. nou economie of aardrijkskunde of rekenen wiskunde is. Uh, maar je, je hebt dus ook. Te maken met uh, nou, achterstallig onderhoud uh, op het moment dat kinderen dan die brugglas binnenkomen. Ja. Um, eh, hoe, hoe kun je daar, um, um, ja, hoe kun je daar mee omgaan om het zo te zeggen? Wat is daarvoor nodig om daar op een goede manier mee mee om te kunnen gaan? Wat voor hoop kun jij je collega's in het VO bieden die hier tegenaan lopen? Nou ja, de, uh, wij zijn natuurlijk uh, daarover in gesprek gegaan. Om te kijken, hebben we een uh, uh, methode? Nou, die lag er vanuit het basisonderwijs. Alleen die is echt ingesteld om leerlingen iets aan te leren. Daar mm -hmm. zit echt de, de opbouw in. Alleen in het VO kan je daar vaak ook versneld doorheen. Want een deel van de uh, dingen zijn al wel aangeleerd. De leerlingen zijn wat ouder. Ja, en je moet de misconcepties echt oplossen. Want de, de problemen die die kinderen hebben. Yeah. Hè, als je twee stapjes doet in het metriekstelsel, dat is twee keer tien, dat is keer twintig. Nee. Je moet dat tien keer tien doen. En die dingen moeten opgelost worden. Dat kan je versneld doen met de methode die wij ontwikkeld ja. hebben. En dan wil je eigenlijk in een korte periode flink weer oefenen met die leerlingen. Zodat je bij economie ook echt aan de slag kunt met die procenten. En dat je uh, dat ook bij de andere vakken kunt doen. Kun je wat, kun je wat voorbeelden van concrete uh, nou, uh, gaten in de uh, ontwikkeling op het gebied van rekenen en wiskunde noemen? Wat je terugziet bij leerlingen die uh, uh, het VO inkomen, uh, waarvan jullie in het VO denken, uh, nou dit, hier zouden we op moeten kunnen doorpakken. Want dit hoort gewoon bij dat uh, uh, basisniveau, het uh, DNS-niveau uh, in het primair onderwijs. Uh, maar daar slaan we toch wel behoorlijk de plank mis. Ja, ja ik zie nog wel heel veel leerlingen die bijvoorbeeld uh, uh, nooit comma-getallen gehad hebben. Want daar waren ze nog niet aan toe op de basisschool. Dus ja, het programma Foutloos Rekenen, wat wij gedraaid hebben uh, op een aantal voortgezet uh, onderwijsscholen... En Dan ga je aan de slag en dan komen die kinderen komma-getallen tegen. En dan zijn ze helemaal in paniek. En dan zeggen ze: Ja, maar ik heb nooit met komma-getallen gewerkt. Ik weet niet hoe dat moet. En dan ga je ze dat uitleggen. En dan komen ze na afloop komen ze helemaal blij bij je. En dan zeggen ze: Ah, maar nu snap ik het. En dan kan ik dat ook. Maar komma-getallen: op het moment dat je bij economie uh, met geld aan de gang gaat, heb je die wel nodig. En moet je ook weten hoe je dat bij elkaar op kunt tellen. En de oplossing is heel vaak: pak maar een rekenmachine. Maar het is wel heel fijn dat ze ook weten. Hoe dat werkt. En mm -hmm. Je hoeft echt niet de meest ingewikkelde uh, opgaves... die kun je echt met een rekenmachine doen. Maar de basis moet wel duidelijk zijn. Ja, ja, ja. ja ik denk ook hè, dat het... Uh... Te maken heeft met een soort van cognitive load, om het zo maar te zeggen. Dat als je over bepaalde uh, basisprincipes uh, of basisbewerkingen, um, ja, je, je hele uh, capaciteit moet besteden om bij te kunnen blijven, uh, dat je uh, dat niet meer kan besteden. Om aan te haken bij de nieuwe stof die je eigenlijk uh, op dat moment zou moeten, ja. Uh, ja, zou moeten aanmeten. Dat klopt zeker. Ja. Ja, ja, uh, dat, dat, is, dat is vooral in het VO. Stel je bent docent economie, ja. je wil over nou, btw-berekening met percentages gaan uitleggen... en de helft van de klas of een belangrijk deel van de klas... loopt vast op van... oh, hebben we hebben procenten, die heb ik nooit gekund. Terwijl je iets over BTW wil gaan uitleggen... Ja. maar een deel van de klas haakt af... omdat ze denken, ja, maar die procenten, dat weet ik niet. Ja. Dan zijn er economiedocenten die dan eerst procenten... gewoon basisstof, basisschoolstof, procenten gaan uitleggen... Uh, maar daar loop, we de, ja, loop je dan bij andere ja. vakken in vast. Hey, heel even een, uh, vanuit een soort van helikopterperspectief... Hè, kijkend naar dat rekenen uh, wiskunde, uh, in Nederland... Um, Taallezen, um, daar is de afgelopen jaren ontzettend veel over te doen geweest. En heel veel initiatieven zijn al ontstaan om uh, 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 aanvalsplannen en weet ik veel allemaal wat er bedacht is. Je kan vragen af, afvragen af en toe of het allemaal even effectief is. Maar iedereen in het Nederlands onderwijs en om het Nederlands onderwijs weet dat we een probleem hebben met taal lezen. En er komt dan steeds zo'n percentage: van of het nou een kwart of uh, een derde is, van le 15-jarige leerlingen die laaggeletterd zijn. Maar dat staat best behoorlijk stevig op het netvlies. Um, hoe is de situatie rondom rekenen en wiskunde? Is die uh, vergelijkbaar? Is dat een stuk minder erg? Of uh, hebben we daar misschien een blinde, blindere vlek voor dan taal lezen? Het is veel erger. Het is precies andersom. Uh, uh, het gaat niet goed met lezenonderwijs. Uh, Begrijp ik lezen of tekstbegrip? Daar gaat het niet goed mee. Uh, daar gaat het de laatste jaren wel wat beter mee. Maar bij rekenen is het echt vele malen slechter. De, een heel groot deel van de basisscholen haalt de rekendoelstellingen niet de inspectie van het onderwijs had de staat van het onderwijs en daar schreef ze in één zinnetje: 12% van de ja. basisscholen heeft het gehaald. 12% dat betekent, daar moet je wel tekstbegrip voor hebben, dat 88% het niet heeft gehaald. Ja. Ja, er zijn duizenden scholen, duizenden basisscholen. Hebben jullie het nou, idee, want jullie zitten hier bovenop hè, en zijn er ook dagelijks mee bezig? Hebben jullie het idee dat um, ja, we in het onderwijs en daaromheen. Um, dat als net zo'n groot probleem, of misschien inderdaad dus als een groter probleem zien dan rondom taallezen. Uh, want ik heb zelf namelijk het idee dat er veel minder aandacht is voor, um, uh, voor het ontbreken van een bepaald niveau van gecijferdheid dan dat dat is voor het ontbreken van een bepaald niveau van geletterdheid. Ja, lezen ligt misschien wat meer voor de hand van oh, als je niet kan lezen, ja, dan, 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 ja, dan kan je heel erg weinig uh, Dat als basisvaardigheid. Maar rekenen is ook primair nodig, gewoon om je ja, gewoon om, om te kunnen leven. Ja. Ik zeg zelf wel eens van, het eerste wat de meeste mensen doen als ze wakker worden, is een rekensom. Je kijkt op de wekker, heb ik nog negen minuten of moet ik eruit. Ja. Dus het eerste, dat is heel, ja, rekenen doen we heel veel. Maar die net kan heel veel voorbeelden geven, denk ik, van ja, de, de, de ja, dus reekproblemen in de klas. Bij. Ja. Er zijn leerlingen van, van 15, 16 jaar die niet kunnen klokkijken. Ja. Dan vraag ik altijd, maar hoe laat ga je dan naar bed? Ja, als ik moe ben. En dan vraag ja. ik, hoe laat sta je op? Ja, mijn moeder zet altijd de wekker voor mij. En dan zet ze een extra wekker, want dan weet ik ook hoe laat ik op de fiets moet staan. Eigenlijk is dat gewoon heel triest. Als je ja. 15, 16 bent, wil je dat zelf kunnen organiseren. Ja, dan trekt de wereld... Ook uh, op een bepaalde manier aan je voorbij, zonder dat je dan misschien uh, ja, zelf actief deel van uitmaakt. Ja. Of... ja, die dingen krijg je dan niet mee. Want als je dan het eerste uur uitval hebt, ga je toch maar naar school toe. Um, want je weet niet hoe laat je dan anders weg moet. En dat zijn gewoon dingen die. ja, dat is gewoon heel sneu. Een leerling die zegt hm, ze uitverkopen. Dus ja. Kun je dat ook betalen? Uh, hoe, hoe ga je dat uitrekenen met die procenten? Uh, juf, dan kijk ik altijd eerst of ik genoeg geld op de rekening heb om het helemaal te betalen. En um, als er dan korting afgaat, ja, dan betaal ik minder. Dus dan, dat weten ze dan vaak wel. En dan uh, gaan ze dat wel kopen. Alleen het is heel sneu dat je dan niet een betere inschatting kunt maken ja. van een aanbieding die misschien voordeliger is. Of Kijk, in het dagelijks leven heb je dit heel veel nodig. Maar wat denk ik wel vaak onderschat. Ja, um... Nou, um, hebben jullie t, eh, in de uh, omschrijving van jullie sessie ook dat het een compacte VO-methode is. Hè? Um, jullie hebben al aangegeven van er zit verschil in van wat we rondom foutloos rekenen doen richting het primair onderwijs en richting het uh, VO. Um, hoe ziet zo'n compacte VO-methode voor eerste klassers hoe ziet dat er praktisch uit? Hoe, uh, um, wat voor een tijd ben je daarin kwijt? Uh, we hebben het al in het eerste stuk gehad over overladenheid van curriculum. Is het iets wat erbij komt? Of uh, hoe, uh, hoe kijken jullie daarnaar? De meeste VO-scholen hebben een uur rekenen in de week, um, uh, zeker VMO-scholen nog wel veel. We hebben het eigenlijk uh, geprobeerd om het in die 40 weken uh, te zetten. Dus je zou ervoor kunnen kiezen om 40 weken lang één uur in de week rekenen te doen. Op het moment dat een school besluit om het schooljaar te starten met 10 weken, 4 uur in de week rekenen. Kijk, op het moment dat wiskundedocenten dat geven, zou dat ook kunnen. Als dus je zegt, we zorgen eerst dat we voor de kerst en ieder van die basis op orde hebben. dan kunnen we daarna met de andere vakken misschien een stukje sneller. Ja. Dus je kunt je ook voorstellen dat als je wiskunde geeft. En je moet eerst nog, als je wil aansluiten bij de voorkennis, je moet eerst gaan controleren of ze kunnen afronden. En of ze een verhoudingstabel kennen. En of ze met procenten kunnen rekenen. Al die zaken. Als je dat allemaal in je wiskundelessen erbij moet doen. Ja, dan vergt dat veel meer tijd. Dus ja, want die methode wiskunde zelf heeft ook al een bepaalde uh, verwachting en druk ja. op het, uh, de beschikbare tijd die je dat schooljaar hebt, natuurlijk. Ja, ja en als die voorkennis niet aanwezig is, hè, je checkt altijd of de voorkennis ja. aanwezig is, ja, dan moet je dat gaan oplossen. En dat kost onderwijstijd. Ja. Dus dan kun je ook voor kiezen als school om dat in een korte periode te doen. En dan te zeggen, ik ga extra inzetten aan het begin van het jaar, zodat wij met alle andere vakken daar uiteindelijk ja. profijt van hebben. Ja, ja. 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 En, um, en Peter, uh, heb ik het goed dat. Het, dit initiatief vanuit het mathematisch instituut zich dan ook vooral eigenlijk richt op de docenten die hiermee aan de slag willen en of uh, richt het zich op de individu op individuele leerlingen die moeite hebben om uh, met die basis. Nee, altijd als het mathematisch instituut samenwerkt met een school, een basisschool of VO-school, is het altijd op de leraar gericht. Ja. Uh, dan wordt er samen les gegeven op basisscholen met die leerkrachten. Dat is die mastery learning ook? Uh, ja, die dat die wordt overgedragen. Ja. Uh, dus de principes, de didactiek en de inhoud van foutloos rekenen. Die, de lessen worden verzorgd door de foutloos rekendocent op basisscholen. En daarna kan de leerkracht van de, van de basisschool er zelfstandig mee verder. Ja. Op het VO gaan we een, een, een kortere trajecten doen: uh, dat een trainer het sneller kan aanleren aan uh, de wiskundesectie of de, de, de docent economie, die op die VO-school foutloos rekenen wil gaan geven. Ja. Uh, dus omdat dat veel te arbeidsintensief is uh, voor het Mathematische Instituut. En we heel graag samenwerken met scholen. Dus daarom hebben we voor deze andere vorm gekozen voor het VO. Ook om meer VO-scholen en daarmee dat VO-docenten docenten, uh, uh, brugklasses veel ja. sneller uh, uh, kunnen helpen. Uh, dus dat, ja, dat, is, dat is het middel waar we. Uh, Daarvoor hebben we gekozen. Ja, uh, hebben jullie al iets van uh, ervaringen opgedaan uh, met, uh, of resultaten waarvan je denkt van goh, uh, uh, ja, daar, uh, daar zijn we trots op, of uh, dat is mooi om te kunnen laten zien? Uh, Die net, ben jij daar zelf misschien ook al mee aan de slag gegaan? Ik heb uh, al wel uh, een aantal pilotlessen gedraaid uit het boek. Um, ik heb een instaptoets gedaan vooraf. Die resultaten waren nog niet zo heel bijzonder goed. Nee, maar dat is de instaptoets, hè? De, de instaptoets, uh, ja. ja zeker. Maar ik wilde even weten wat het stadniveau was uh, van de leerlingen. Er uh, waren 100 of 120 leerlingen. Maar uh, een simpel onderdeel als afronden bleek bij 90% van uh, de opgaves uh, niet goed te gaan. Uh, maar als je daar dan twee keer een uurtje met die leerlingen ja. mee aan de gang gaat... en je legt ze duidelijk uit hoe het werkt... Dan zie je gewoon dat die resultaten ook wel echt omhoog komen. Ja. Dus als je 22 best... juni um, uh, samen met Peter op programma staat, uh, dan kun je naast die instaptoets wellicht ook al uh, wat vertellen van oké, okay, uh, ja. en een aantal weken uh, deze aandacht. Ja, um, ik hoop dat die resultaten dan uh, inderdaad ja. voor een deel uh, beschikbaar zijn. Ja. Ja. We, we, we hebben al wel trajecten gedaan in het VO. Mm -hmm. Dus op de basisschoolmanier manier, van dat de foutloos rekendocent uh, de les geeft... en uh, de, de VO-docent daarna de, de zelfstandig mee verder gaat. Uh, behoorlijk wat, een stuk of 80 projecten hebben we daarvan uh, gedaan, 80 klassen. Uh, en daar hebben we uh, dingen van geleerd: van hé, hey, dat moet aangepast worden, sommige leerlingen kunnen het sneller, ja. uh, dus moeten we veel meer oprichten: van hé, hey, als ze het kunnen, dan, uh, dan kunnen ze door. Uh, dus dat zijn ook belangrijke redenen geweest op basis van die ervaringen en die onderzoeken, dat we zeggen: we moeten een speciaal VO-boek, VO basisvaardigheden, rekenen maken met een apart traject voor VO-scholen, ja. zodat ze het zelf kunnen geven. Hey, en ten slotte nog één uh, vraag om uh, uh, dit deel ook af te sluiten hè, richting jullie. Want we hebben het uh, gehad over uh, nou, het matige niveau van gecijferdheid... het matige niveau ook van geletterdheid. Um, nu heb ik zelf een brugger in de uh, thuis zitten... die uh, ik regelmatig ook even wat ondersteun met haar uh, wiskundehuiswerk. En ik zie ook vooral met name het, uh, het leesbegrip... in uh, uh, bepaalde, um, nou, wat lastigere sommen... Waar je de bewerkingen uit zou moeten weten te trekken met de juiste uh, getallen en de juiste bewerking. Dat dat ook nog wel eens voor wat, uh, wat moeilijkheden zorgt. Um, en ik weet ook hè, richting de. Um, nou, met name ook de gestandardiseerde toetsen in het primair onderwijs. Um, nou, er wordt is een veel klacht dat de CITO-toetsen over het algemeen behoorlijk talig zijn. Um, en dat je aan de ene kant uh, kinderen hebt die wellicht um, qua gecijferdheid en qua kale gecijferdheid, hè, op het moment dat we ja. al, al die uh, opsmuk weglaten, een prima niveau laten zien. Maar als dat gecombineerd wordt met ook een bepaald tekstbegrip, dat dat ingewikkeld wordt. Uh, hoe kijken jullie daarna en ook richting het VO met die, met die twee samen, om het zo maar te zeggen? Ja, foutloos rekenen doet beide samen. Ja. Dus de, uh, Het eerste deel met foutloos rekenen begint met ja, noem het technisch uh, rekenen. Dus rekenkundig weten wat de bewerkingen zijn en hoe je dat toepast. En ook direct uh, toepassen in context, in, in, context, in redactiesommen ja. om dat toe te passen. En ook les te geven op de redactiesommen. Wat betekenen die woorden dan? Het laatste was ik bij een klassebezoek, dat een leerling een vraag aan mij stelde, omdat ik daar toch rondliep van, ik begrijp deze som niet. Het was een verhaaltjesom, een bundel tijdschriften lag in de boek- of in de boekhandel lag een, een bundel tijdschriften. Ik dacht, hij weet niet wat een bundel is, dus ik dacht, begin makkelijk, een boekhandel, weet je wat het is? En zijn antwoord was die. Hoe nou? Yeah. Nee, dat weet ik niet. Weet je wat een boekwinkel is, dat wist hij wel. Yeah. Dus moet ik uitleggen. Dat is syn ja, niet synoniem, dat is hetzelfde. Dat laat ik niet noemen dat het synoniem yeah. is. Uh, dus daar begint het al. Maar wat foutloos rekenen doet, is beide het technisch rekenkundig op met altijd werkende uh, rekenprocedures. En dat heel veel toepassen yeah. in redactiesommen. Vaak wordt gedacht dat foutloos rekenen alleen maar kale sommen is. Nee. Ja. Daar begint het mee. En volop toepassen. De helft van het. Uh, Rekende boek zijn redactiesommen. Ja, nou, kan ik kan me voorstellen, die net dat juist dat toepassen in uh, redactie- en uh, contextsommen, als je het hebt over economie, als je het hebt over aardrijkskunde of over geschiedenis, en zelfs ook dus binnen wiskunde, um, ja, dat dat in het VO ontzettend van belang is. Ja, ja. ik heb een uh, heel traject ooit opgezet uh, binnen een school, waarbij alle vakken ook inderdaad dezelfde rekentaal uh, gebruiken. Waarbij je dus ook afspraken maakt binnen de school. Het is voor die leerlingen gewoon heel fijn dat als je procenten moet uitrekenen omdat je iets moet uitrekenen bij de afdeling dierverzorging of zo en er moet zoveel procent ontsmettingsmiddelen in een emmer of zo, dat dat diezelfde procenten zijn die voor BTW bijvoorbeeld bij economie aan, aan bod komen en bij wiskunde misschien wel voor iets heel anders. Ja. Maar Op het moment dat het overal op een andere manier de een zegt, oh we nemen een verhoudingstabel, de ander zegt ik ga met de factor werken, weer een ander zegt ik gebruik de kruistabel, op het moment dat je al die verschillende dingen door elkaar heen gebruikt binnen een school, ja. is het voor die leerling die toch al heel zwak is in rekenen gewoon heel lastig. En we gaan ook proberen om binnen die scholen... dat dan ook in, in kaart te brengen. En te zorgen dat die rekentaal binnen de school... wat meer op één lijn is. Zodat ja. uh, verschillende uh, vakken... Beter op elkaar aansluiten. Nou, uh, dank voor uh, de antwoorden hierop. We hebben volgende week ook weer een nieuwe gast. Uh, dat is Maarten Huigen. Uh, schrijver van uh, het boek uh, Nog wat geleerd vandaag. Uh, Maarten komt daar uh, op ons congres wat meer over vertellen met zijn uh, titel in de sessie, uh, wat dan meer gaat over de wereldwijde modus in het onderwijs. Waarbij hij ook een beetje uh, het kindgerichte uh, en het uh, kennisoverdrachtgerichte onderwijs uh, naast elkaar zet. Uh, hebben jullie een leuke vraag die ik mee kan nemen? richting maart volgende week. Uh, jawel, denk het wel. Doe hem we in ieder geval de hartelijke groeten. Ja, hij is regelmatig matig op de koffie bij ons uh, geweest. Uh, uh, ook voor zijn boek. Um, mooi boek. Uh, maar ik ben wel benieuwd wat de titel van zijn boek over vijf jaar zou zijn. Ah, kijk. Uh, waar hij uh, wellicht nu al mee bezig is of over aan nadenken is. Um, over, ja, wat hoopt hij? Wat hoopt hij dat de titel wordt... Van over vijf jaar ah, neem ik die mee, Peter. Dank je wel. Ja. Uh, jij ook, Dinette. Uh, hartstikke bedankt voor je um, uh, betrokkenheid in deze podcast en uh, voor het goede werk wat je aan het doen bent samen met uh, Peter, het Mathematisch Instituut. Voor het rekenonderwijs, het rekenwiskundeonderwijs. Dankjewel dat jullie vandaag de gast willen zijn. Wij kijken uit naar jullie sessie op uh, 22 juni op uh, ons Research Ad Congres uh, op het Koorlaar College in Nijkerk. Uh, voor meer informatie over ons congres en voor tickets kun je op onze website terecht op www.researchat.eu. Wees er snel bij, want zodra het programma uh, duidelijk en gecommuniceerd is, en dat zal waarschijnlijk bij de publicatie van deze uh, podcast ongeveer het geval zijn, dan gaat het echt al vaak heel hard. En we zitten al over. Uh, naar nou, ruim de helft van de verkorte kaarten volgens mij. Volg ons ook op onze sociale media kanalen En dan uh, wie weet uh, tot 22 juni in Nijkerk. Dank jullie wel.